We zijn inmiddels bij tekst nummer 5 en we hebben hier als titel: Vegan Beauty Hype or Here to Stay. Nou, misschien niet helemaal overbodig, maar vegan um, uh, houdt in dat het dus helemaal geen dierlijke producten bevat. Dat is in vergelijking met vegetarisch anders. Vegetarisch heeft geen um, dierlijke producten in de zin van vlees, maar vegan betekent dat er dus bijvoorbeeld ook geen eieren in zitten of um, ook geen gelatine. Of ander soort dierlijk materiaal. Nou, dan gaat het hier denk ik niet om uh, het eten. Het gaat hier om, denk ik, als ik zo naar het plaatje kijk... om um, beautyproducten. Dat zie je hier wel met dat kwastje. En even snel kijken naar de tekst. Dan zien we dat dat ook wel naar voren komt. Dus het gaat over hier bijvoorbeeld merken, Dove, Axe. Unilever. Dus we hebben hier natuurlijk wat, wat uh, dingen die te maken hebben met vegan beauty producten. En dan ga ik ervan uit dat ze bedoelen dat ze producten hebben. Um, Make-up en crampjes en dat soort dingen die we eigenlijk niet gebruiken. Um, dat die dan naar voren komen zonder dierlijke producten. Nou, dan gaan we naar de vraag Because of Health and Environmental Benefits. In welke linia wordt tegengesproken dat vegetarische. Oh, sorry, veganistische. Schoonheidsproducten vanzelfsprekend gezond zijn. Nu kunnen we twee dingen doen. Je kunt in dit geval zeggen: we gaan de hele tekst lezen en dan de vraag beantwoorden. We kunnen hier ook Elsa toepassen. En dat wil ik toch even benoemen wat Elsa nou precies is. Moet ik even een stukje tekst hebben, ruimte hebben waar ik kan schrijven. Dat kan mooi hier. Elsa staat voor eerste, laatste zin, alinea. En wat we dan doen is, dan kijken we eigenlijk naar de eerste zin en dus ook de laatste zin van elke alinea, om te kijken of we kunnen weten waar die paragrafen over gaan. Want vaak, en dat weet je misschien ook wel zelf van jouw schrijflessen bij Engels, um, bevat die eerste zin de belangrijkste informatie, want dat is dan de topic sentence. Omdat we hier op zoek zijn naar een alinea die iets tegenspreekt, kunnen we dat hier toepassen. Voor de volledigheid lezen we ook even de introductie en gaan we daarna bij de andere paragrafen Elsa toepassen. Zoals altijd, als je de moeilijke woorden uit de tekst wil weten, kijk dan even in de glossary die je kunt vinden in de beschrijving. Vegan Beauty. Hype or here to stay. Adapted from an article by Andrea Chang. The Economist declared 2019 as the year of the vegan, reporting that a quarter of millennials identify as vegan or vegetarian. Outspoken celebrities like Beyonce and Jay-Z are encouraging fans to become vegan, if not for ethical reasons, then because of health benefits and environmental benefits. In a 2018 report, the vegan food industry recorded 20% growth over the previous year, with sales peaking at $3.3 billion. This demand for all things vegan has made other industries take notice, especially beauty. Okay. Dan hebben we hier het zinnetje wat, um, wat er besproken wordt. Because of health and environmental benefits. Dan gaan we nu else aan. En we zijn op zoek naar de eerste paragraaf die zegt dat schoonheidsproducten die vegan zijn niet vanzelfsprekend gezond zijn. There's a lot of confusing jargon around vegan beauty. Cruelty-free is one example, with many people assuming that they're one and the same. Okay. Dan gaan we gaan look at what the last sentence is from this line It is possible for a vegan item to have been tested on an animal, and a cruelty-free product to contain animal ingredients. Okay. Common animal-derived ingredients found in beauty products include honey, beeswax, lanolin, squalene, carmine, gelatin. Amberges and placenta, and what these things are, that's out the They're harmless, but the thought of smearing on the animal parts found in moisturizers, cosmetics, and shampoos may be something. Okay, but the term vegan beauty, which is synonymous with plant-based, can be mm -hmm, too. Its ingredients list can be chock full of unhealthy chemicals and fillers. Okay. Unhealthy chemicals and fillers, dat is denk ik iets wat belangrijk is. Gaan we eerst nog even verder. Er wordt ook wordt er gezegd van er voor het eerst nee. Dus we moeten toch even verder kijken. In the 30 years dat Cathy Guillermo, a senior vice president of PETA, People for Ethical Treatment of Animals, has campaigned to end the use of animals in laboratory experiments. She can pinpoint to two industry-wide shifts that spurred vegan awareness in beauty. Oké. Okay. It caused backlash and consumer demand for cruelty-free products, which eventually led to the development of instrumentation to replace animal testing. The second is occurring now. Okay, there comes a from Unilever. For many brands, she said, concern about the ethical and environmental impact of their products is the number one consumer question they encounter. Perhaps the biggest benefit to come out of the vegan beauty movement is that it's pushing consumers to assess ingredients. Oké, okay. en de laatste zin. We're in discussions with enough of them to know that this is, without question, the trend. Oké, okay. nu hebben we gekeken naar alle uh, eerste en laatste zinnen van deze alinea's. En we hebben al een idee dat paragraaf 4 misschien wel de paragraaf is waar het in staat. In paragraaf 3 wordt er gesproken over Common Animal Derived Ingredients. En in paragraaf 4 lezen we voor het eerst in de laatste zin. Unhealthy chemicals and fillers. Wat we gaan doen is, we gaan paragraaf 4 even helemaal lezen. En kijken of datgene wat hier gezegd wordt. Because of health and environmental benefits. Dit stukje. Of dat ook naar voren komt in paragraaf 4. Of dat wordt tegengesproken in paragraaf 4. But the term vegan beauty, which is synonymous with plant-based. can be mm -hmm, too it conjures up images of virtuous greens and in turn healthiness okay, that's very which is not necessarily the case okay, here have it here. chips are accidentally vegan but they're not healthy sunny Subramanian, who started a vegan beauty review back in 2007 said it's the same with makeup just because it's vegan and cruelty-free doesn't make it healthy Its ingredients can be, its ingredient list can be chock full of unhealthy chemicals and fillers. Dus, dat betekent dat paragraaf 4 daadwerkelijk ook de eerste zin is waarin dit wordt tegengesproken. Dus we kunnen noteren dat, het antwoord, dat paragraaf 4 het antwoord is voor vraag 11. Voor vraag 11 is paragraaf 4 dus het juiste antwoord en dat wordt bevestigd door dit zinnetje hier. Just because it's vegan... And cruelty-free doesn't make it healthy. Dat, staat daadwerkelijk, dat is daadwerkelijk het tegenspreken van het idee dat mensen um, vegan gaan because of health and environmental benefits. Dus het antwoord voor vraag 11 is paragraaf 4. Kunnen we naar vraag 12? Which of the following fits the gap in paragraph 2? Zoals altijd kun je bij zo'n gap-tekst eerst even kijken wat je zelf in zou vullen en dan kijken naar de opties die er zijn. In dit geval hebben we drie linking words die we moeten invullen: in other words, likewise and nevertheless. We gaan even kijken wat er staat. Uh, we lezen de zin ervoor en de zin erna en kijken dan of we op basis van wat we al weten kunnen invullen wat er staat. Plain and simple, vegan beauty means the absence of animal ingredients, while cruelty-free refers to a product that doesn't test on animals. Mm -hmm. It is possible for a vegan item to have been tested on an animal and a cruelty-free product to contain animal ingredients. Nou, met andere woorden wordt hier dus gezegd, um, of herhaald, datgene wat ervoor staat. Ervoor staat... Um, Wordt uitgelegd wat die twee dingen inhouden. Dus vegan betekent the absence of animal products, or animal ingredients. En cruelty free betekent a product that doesn't test on animals. En dan gaan ze dat linken aan elkaar. Dus op basis van het feit dat hier staat dat een vegan product op een dier getest kan zijn, maar ook dat een cruelty free product een, een animal ingredient kan hebben, past het woord. De uh, linking word, in other words, hier het beste. Want dat is namelijk gewoon het uitleggen van datgene wat er daarvoor al wordt gezegd. Nevertheless is iets anders. En and likewise zou betekenen dat je verder gaat op hetzelfde wat je al gezegd hebt. Daarom is antwoord A, in other words, hier het juiste antwoord. Gaan we naar vraag 13: Which of the following fits the gap in paragraph 3? Gaan we weer hetzelfde doen. We gaan het zinnetje ervoor lezen en dan gaan we kijken welke optie er het beste in past. We gaan ook even kijken wat voor gevoel krijgen we bij deze zin en wat we zouden willen invullen. They're harmless. En met they bedoelen ze natuurlijk die animal derived product, die ingredients die we hier hebben gelezen. Um, but the thought of smearing on animal parts found in moisturizers, cosmetics and shampoos may be... Hmm. Oké. Okay. Dan gaan we even kijken wat, wat dan die animal products zijn. Dat is dus eigenlijk wat hier wordt opgenoemd: um, uh, bee wax, honey, wool grease, uh, shark liver oil, crushed up beetles, cow or pig bones, tendons and ligaments, uh, cow urine, whale vomit or sheep organs. Nou, dat klinkt natuurlijk niet echt smakelijk. En ik denk ook dat dat de boodschap is die ze hier willen overbrengen. Hoe weet ik dat? Er staat they're harmless, ze doen niks, but. En dan the thought of smearing on. He, dus het idee dat je animal parts found in moisturizers, cosmetics en shampoos opsmeert. En dat dat gaat dan naar bijvoorbeeld die whale vomit of or sheep organs. Is een beetje raar. Niet echt fijn. Dus we zijn hier op zoek naar een negatief woord. Gaan we kijken naar de opties die we hebben. Um, discouragement. Misconception, novelty, pleasure of solution. Dan gaan we gelijk al eentje wegstrepen en dat is pleasure. Want ik zei net, we zijn op zoek naar een negatief woord. Want het wordt dus echt duidelijk gemaakt: van ja, dat opsmeren van um, het plas van een, van een koe. Daar wordt niemand zo blij van. Um, dus pleasure, dat, dat willen we niet, Misconception. Een misconceptie dat het verkeerd begrepen is, dat denk ik niet dat het past. Dus ook die kunnen we wegstrepen. Uh, a solution. Um, solution past hier niet helemaal, omdat de wordt juist als oplossing gegeven dat je vegan zou kunnen gaan. De solution kunnen we ook wegstrepen. Dan hebben we ook nog de optie uh, novelty of discouragement. En een novelty is een nieuwigheidje, iets wat nieuw is, staat ook in de glossary. Nou denk ik niet dat nieuwigheidje hier past, omdat dit zijn waarschijnlijk dingen die al worden gedaan. En juist het vegan gedeelte, het feit dat je dus iets gebruikt wat niet uit een dier komt, dat is de novelty. Dus C kunnen we ook wegschrijven. Op basis hiervan kunnen we zeggen dat antwoord A bij vraag 13 het juiste antwoord is. Want je wil juist mensen... Um Ontmoedigen, want dat is discouragement, ontmoediging. Je wil mensen ontmoedigen om die dierlijke producten te gebruiken. En benoemen dat gelatine dan gewoon uit een dier komt, kan een goede reden zijn om dat te doen. Dus bij vraag 13 is antwoord A het juiste antwoord. Kunnen we gelijk door naar vraag 14? Um, again, which of the following fits the gap in paragraph 4? Misleading, offensive, old-fashioned of reassuring. Gaan we weer hetzelfde doen. We lezen de zin waar het in staat, of de zin ervoor en de zin erna. En er staat. En er staat. But the term vegan beauty, which is synonymous with plant based, can be mm -hmm too. En dan krijgen we dat stuk over dat ze eigenlijk niet meteen automatisch gezond zijn. It conjures up images of virtuous greens and in turn healthiness, which is not necessarily the case. Dus wat ze dus zeggen is: um, als je denkt aan vegan beauty, dan denk je vaak aan mooie dingen, dingen die uh, goed zijn en dat het allemaal gezond is. Maar dat is niet altijd het geval, want ze kunnen ook ongezond zijn. Nou, als we dan kijken naar de opties die er zijn, dan zou ik ook iets invullen wat dat laat zien. Um, iets wat: uh, it can be a lie, it can be um, off-putting, or whatever. En in dit geval. Uh, denk ik dat antwoord A het juiste antwoord is. Misleading. En dat komt vooral door het laatste stukje wat er direct na komt. It conjures up images of virtuous greens and healthiness... which is not necessarily the case. Het voorbeeld... Chips are accidentally vegan, but they're not healthy... past hier ook goed bij. Dus daarom is antwoord A hier het juiste antwoord. Het is niet offensive, want er wordt niet iemand beledigd. Ook niet old-fashioned... Want juist dat het feit dat dit nieuw is, komt naar voren in het artikel. Het is ook niet reassuring, want dat zou betekenen dat vegan juist wel altijd gezond is. Dus antwoord A is bij vraag 14 het juiste antwoord. Gaan we naar vraag nummer 15. Door wie of wat zijn beide veranderingen afgedwongen volgens de tekst? Geef antwoord in het Nederlands. En de, het verwijst dan naar Two Industry wide Shifts in linia 5. Om dit te kunnen beantwoorden gaan we linea 5 even lezen. In the 30 years that Cathy Guillermo, a senior vice president of PETA, has campaigned to end the use of animals in laboratory experiments, she can pinpoint two industry rights shifts that spurred vegan awareness and beauty. The first was in 1990, when Estee Lauder and Revlon stopped testing on animals. Unfortunately, the very same companies began to sell in China. Where animal testing is required on many beauty products. It caused backlash and consumer demand for cruelty free products, which eventually led to the development of instrumentation to replace animal testing. The second is occurring now. In October, Unilever, the parent company of Dove, Axe, Dermalogica, and many more, announced that it has committed to a policy of no animal testing across all of its product lines. The big companies that held out for so long are now making change, Miss Guillermo said. For many brands, she said, concern about the ethical and environmental impact of their products is the number one consumer question they encounter. Nou, um, ik denk dat we het zinnetje en het antwoord al hebben kunnen vinden in paragraaf 6. Er worden twee veranderingen aangegeven. En de vraag is door wie zijn die veranderingen dan afgedwongen? In paragraaf 1 lezen we al dat um, in 2019 Year of the Vegan werd. He, 2019 werd Year of the Vegan, maar hier onderaan, paragraaf 6 staat for many brands, she said, concern about the ethical and environment impact of the product is the number one consumer question they encounter. Dus waar komt die vraag voor vegan vandaan? He, wie zijn die mensen die dat zeggen? Nou, consumers het is de number one consumer question they encounter. Dus, door wie zijn beide veranderingen afgedwongen volgens de tekst? Door de consumers. Dat wordt in dit stukje hier aan het einde van paragraaf 6 duidelijk gemaakt. Dus we kunnen noteren in ons antwoordblad dat uh, de consumenten degene zijn die deze verandering afdwingen. Je kan ook zeggen dat het een vraag is die klanten hebben of dat klanten op zoek zijn naar die verandering. Want zij willen graag diervriendelijke producten. Gaan we naar vraag nummer 16. Welke zin uit Alinea 7 vat het belangrijkste punt van deze tekst samen? Citeer de eerste twee woorden van deze zin. Nou, Om dat te kunnen doen, moeten we natuurlijk tekst 7, paragraaf 7 even lezen. Perhaps the biggest benefits to come out of the vegan beauty movement is that it's pushing consumers to assess ingredients. Ms. Subramanian used to know every vegan beauty brand. Now she said it's impossible to keep up. The future of the beauty industry is vegan and not animal tested. Ms. Guillermo said not every company has realized this yet, but a lot of them have, and those are the ones that are going to get ahead and stay in the business. We're in discussions with enough of them to know that this is, without question, the trend. Nou, wat wordt er zoal in deze tekst besproken? Het gaat heel erg over die verandering van uh, dierlijk testen naar niet-dierlijk testen. En het gebruik van dierlijke producten naar het niet meer gebruiken van dierlijke producten. De vraag die gesteld wordt in de, in, in de titel is ook: Vegan Beauty, hype or here to stay? Gedurende de hele tekst wordt er dus al gezegd: vegan is de toekomst. Dat lees je al meteen in de eerste paragraaf, doordat um, Beyoncé en Jay-Z ook vegan zijn geworden, dan wel voor ethische redenen of voor gezondheids- of um, milieuvriendelijke redenen. We lezen in paragraaf 1 ook dat in 2018 de vegan food industry gegroeid is met 20%. En dan lezen we gedurende de rest van het uh, tekst dingen die te maken hebben met de beauty industry. En dat eigenlijk alles en iedereen wijst naar vegan, behalve dat het niet automatisch ook meteen gezond is. Maar ook dat het niet automatisch betekent dat er niet op, dierlijke, op dieren getest wordt. Dus wat is dan het idee wat deze mensen willen overbrengen? Ik denk dat ze willen overbrengen dat vegan is here to stay. Dat tweede stukje van die titel. En dat lees je in dit zinnetje van de conclusie. The future of the beauty industry is vegan and not animal-tested. En nu nou spreek ik het iets verkeerd uit. Het moet zijn, the future of the beauty industry is vegan and not animal-tested. Niet dat dat zeg maar elkaar opheft, maar die horen bij elkaar. Dus, welke zin uit Alinea 7 vat het belangrijkste punt van deze tekst samen? The future. En dat kunnen we, op basis van wat ik net zei, noteren als ons antwoord voor, voor vraag nummer 16. The future. En met het, de toekomst die vegan is, komen we bij het einde van tekst nummer 5 en kunnen we door naar tekst nummer 6. Vond je deze video handig? Vergeet dan niet om even een like te geven. Laat iets achter in de comments en als je wil weten wanneer er andere video's uitkomen, vergeet dan niet te subscriben. Oh, en vergeet ook niet om even in de beschrijving te kijken naar mijn eindexamentrainingen hier op YouTube en wanneer ik de examens ga nabespreken nadat het examen is gemaakt.